Kijk, hij loopt gewoon veel te arm standaard. Hij is nu echt goed op temperatuur, zoals je kan zien. Oh, die temperatuur staat op rond de 100 graden. En even de voorsituatie met de 803 injectoren. Dit gaan we oplossen. Nou, hij staat stationair nu nog een klein beetje hoog. Moet ik hem even ietsje bijstellen. Maar hij is zo goed als warm. Hij is nu op bijna 80 graden. En kijk naar de HVR nu. Die schoot eerst naar 17, 18 en dus buiten de schaal. En nu blijft hij gewoon keurig zo. Oh, heel mooi rustig. Heel netjes. Nou, en als we hem dot gas geven. Niks meer schommelen. Niks meer schommelen. Gewoon zoals het hoort. Opgelost. Nou, hij is dus nu echt pisheet. Oh, die is net boven de 100 graden. Kijk eens hoe mooi hij loopt. Wauw.